Ik weet zeker dat je niet sneller een like kan geven dan dat ik in een kart zit en over deze baan aan het rijden ben. Als jij sneller bent met like, heb je extra geluk in je leven. Maar als ik sneller ben, heb ik jou ronduit verslagen in deze like challenge. There we go. There we go. En oh my gosh. Hoe krijg ik het voor mekaar? Ik heb bijna mezelf laten botsen. We zitten in een ondergrondse mine. En letterlijk, er is maar 0,1% van de spelers die het voor mekaar krijgt om deze mine te halen. Om dit spel, deze hobby, uit te spelen. Het staat ook letterlijk in beeld weergegeven. Only 0,1% of the players can complete this game. En ik heb geen idee waarom, maar ik heb wel het idee dat we langs een super gevaarlijke area gaan rijden. Ik zie lava, ik zie lasers, ik zie van alles. En het is heel erg belangrijk dat we hier niet naar beneden vallen. Ik heb er zin in. Ik ben heel erg benieuwd wat er gebeurt als ik een van die 0,1% spelers ben die dit wel haalt. Of er dan een soort van beloning tegenover staat of zo. We'll see about that. Er zijn ook zo ongelooflijk veel dingen die ik in dit spel kan halen. Ik zie hier een draak. Ik zie een fidget spinner. Het zijn ook echt twee totaal uiteenlopende dingen. Draak. Fidget spinner. Ja. In ieder geval, wow! Dat ziet er zo gaaf uit. Ik rij letterlijk 999.999.999 meter hoog in de lucht. Het is ook gewoon zo irritant dat dat getal zoveel tijd kost om uit te spreken. In ieder geval, ik heb deze hobby nog nooit eerder gespeeld. En ik heb dus ook geen idee wat ik kan verwachten. Een fidget spinner voor 349 Robux bedoel ik. Dat is echt heel erg duur. Er is hier een ultra helikopter, maar ik hou het bij de gratis alternatieven. Kijk, ik vind het overdreven hoeveel Robux ze vragen voor de gemiddelde items in dit spel. Maar het voordeel is, je wordt er niet toe verplicht om deze items te kopen. Oké, het zou pas echt schandalig zijn als er iemand is die zegt, je Roblox account wordt verwijderd als je dit niet koopt. Dat zou een soort van afpersing zijn. En dat is niet aan de orde. Met andere woorden, je kunt het spel gewoon lekker gratis spelen. En mocht je de behoefte hebben, dan kan je inderdaad veel te dure dingen kopen waar je helemaal niks aan hebt. Hieruit hoor je waarschijnlijk al een beetje wat ik ervan denk. In ieder geval, wat is dat? Is dat een soort van galaxy of zo? Wow! You are kidding me! Oké, dat ziet er serieus wel echt heel erg gaaf uit. Ik kan me best wel voorstellen dat je een beetje misselijk wordt door al die verschillende soorten kleuren op hetzelfde moment. Ziet eruit als een gemiddeld pak Amerikaanse ontbijtgranen. Oh gosh, wat is dat? Dat is de Blank Portal. Dat staat voor Mystery Portal, waarvan je niet weet waar je... Oké, we gaan weer naar een dropper. Ik wou net zeggen, ik heb geen idee waar ik naar... Nee! Oh my gosh. De kans dat dit gebeurt is 0,1%. Even groot dus als dat je deze obby haalt. Omdat je moet wel echt een onmogelijke snelheid behalen als je dit wilt laten gebeuren. Ik zit namelijk niet onder de map. Ik zit niet boven de map. Maar ik zit in de map. Kijk maar. Je ziet hier mijn schaduw aan de onderkant van de map. Je ziet hier niks aan de bovenkant van de map. Which means dat ik dus... in de map zit. En dit is heel gevaarlijk trouwens. Er zijn serieus mensen die dit is overkomen. En iedere keer dat ze zichzelf respawnden, zaten ze nog steeds in de map. Ieder spel wat ze opstarten. Adopt Me, Mad City, Meep City. Ze zaten vast in de map. Dus ik ga nu mijn karakter resetten. En ik hoop serieus dat ik er niet nog steeds vast zit. Oh, nice. Oké, ik ben blij. Want anders had ik echt serieus een probleem gehad. In ieder geval... ik kan hier een diamond box neerzetten, een gouden box, een gratis box en zelfs een invisible box. Ik ben wel benieuwd hoe duur deze is. Oké, ik ga er vandoor. Doei. Ik ga geen 149 Robux betalen voor een doos. En weet je, dozen die zijn zelfs vaak nog eens gratis. Als je naar de supermarkt gaat, dan heb je daar vaak een gedeelte met allemaal kartonnen dozen. En die kun je gewoon meenemen. Alright, het is niet de bedoeling dat je de 100 meeneemt in je eentje, maar meer van het mag, het is toegestaan. Oké, there we go. Ik kan zelfs een ruimteschip halen voor 649 Robux, maar dat is niet per se iets wat ik... Wat heb ik toch deze aflevering met onder de map terechtkomen? Of nou ja, onder de map, dat is dus iets compleet anders dan in de map. Wat ik net meemaakte, dat was een stuk erger. Oh my gosh, ik zit ook letterlijk gewoon met mijn hanenkam gewoon... Het is alsof ik gewoon door de map ben heen gegaan. Gewoon als een soort van kettingzaag hanenkam. Alright, we zitten hier in... dit is echt heel grappig, hè. Als je deze spaceship zou willen kopen, ben je 649 Robux kwijt. En nu ik gewoon een beetje geduld heb gehad, zit ik er nu gratis in. Voor 0 Robux. That's amazing. Dat zijn de life hacks in het virtuele Roblox leven. Er zijn zoveel mensen die mij hebben aangesproken met... Job, ik heb een fout gemaakt. Ik heb een item gekocht. En nu ben ik al mijn Robux kwijt.
Waardoor ik daar echt zo zit van, ja, zo werkt dat. Als jij een euro hebt en je gooit hem in de bosjes, dan ben je je euro kwijt. En zo werkt het ook in Roblox. Hè? Als jij Robux hebt, en ik zeg echt niet dat je Robux nodig hebt of zo als je Robux speelt. Maar meer van als je ze hebt en je geeft ze uit aan een obby als deze, dan weet je gewoon dat je ze allemaal kwijt bent. Want obby's als deze zijn duur en je hebt er meestal helemaal niks aan. Oh, dit is ook zo gemeen, hè. Ze geven je hier de mogelijkheid om een gouden hoevenkar in te stappen. Waardoor je dus gewoon veel sneller boven bent. Maar er is geen gratis alternatief. Oké, dus je moet zeg maar 249 Robux betalen als je in het autootje wilt zitten. Dan ben je sneller boven. En anders moet je het lopend doen. Hey, lopen is gezond. Wat is eigenlijk het wereldrecord van de allerlangste wandeling ooit? Ik zie 2 mega trofeeën. We almost did it. Ik zou letterlijk nu mezelf sneller naar het einde. Wat? 1949 Robux als ik mijzelf in één keer naar het einde van deze trap wil laten teleporteren. Dat is echt bizar. Of nou ja, niet alleen naar het einde van deze trap, maar die Game Pass die had ik ook al kunnen kopen toen ik net begonnen was met deze obby. Wat in had gehouden dat ik dus eigenlijk nu al lang had gewonnen. Maar 2000 Robux, zijn er echt mensen bereid om dat uit te geven? Om eigenlijk de obby niet te hoeven spelen, dat is echt bizar. Ik kan ook een gouden boombox kopen. Trouwens, het is wel grappig, hè. De gouden boombox was ooit een van de allerzeldzaamste Robux items ooit. Het is ook een van de oudere Robux items. Maar op een gegeven moment zijn er zo ongelooflijk veel obby's, tycoons en simulators geweest die hem hebben aangeboden. Dat de waarde een stukje is gezakt. En begrijp me niet verkeerd, 300, 400, 500 Robux is nog steeds een hoop. Maar vroeger zou die echt duizenden Robux in totaal hebben gekost. Oh my gosh, check this out. En er staat zelfs... Speel het spel opnieuw voor gratis gear. Wat is dat? Oh, dit is superleuk. Dit is zeg maar een spel. En als je het karakter raadt, bijvoorbeeld in dit geval Mario, dan gaat de poort open. En in dit geval is het bijvoorbeeld Sonic, dan gaat de poort open. En hier zie ik niks, dus ik kan er niet langs. Kan ik niet gewoon nothing schrijven? Nee. Dus dat is best wel grappig. Nou, nu moet ik dus weer Sonic schrijven, want ik zit vast. Sonic, en nu moet ik weer Mario schrijven. Mario. Nee, dat zijn een soort van Roblox quizzes. Alleen een paar van die walls hebben dus geen karakter erop. Dus ik kan helaas niet verder spelen. Wat is de gratis gear? Wat? You are kidding me! Als ik de boombox zou willen kopen in dit spel, ik had het er ook toevallig net over, dan betaal ik 349 Robux en nu heb ik hem gewoon gratis gekregen. Dit is hoe je gratis de boombox kunt krijgen in Roblox. Eigenlijk gewoon gratis 349 Robux, simpelweg door gewoon te spelen. Eigenlijk wil ik nu wel een laat maar, de VIP is veel te duur. Doei. Zo zie je maar, als je gewoon een klein... Oh my gosh. Als je gewoon een klein... Serieus? Als je gewoon een klein beetje... Wat gaat hier nou mis? Is het nou de blauwe die ik mag aanraken? Ja, de donkerblauwe. Ah, de donkerblauwe. Oké. Als je gewoon een klein beetje geduld hebt en je bent gewoon bereid om iets wat meer moeite te doen dan misschien de gemiddelde speler. Want dat was juist heel het ding van die obby. En 0,1% van de mensen zou het halen. En dat verklaart misschien ook wel waarom ik de boombox heb gekregen. En de boombox is een zeldzaam item. En de obby die zou echt niet bestaande kunnen blijven als die iedere dag meerdere boomboxes zou moeten weggeven. Ik bedoel, er is een reden waarom ze er meer dan 350 Robux voor vragen. Dat is namelijk omdat, ja, de obby die wil Robux verdienen. Maar toch geven ze een gratis boombox weg ter waarde van die 350 Robux als iemand de obby haalt. En dat is dus omdat bijna niemand dat doet. In ieder geval, ik heb een leuk idee. Ik ga een crate kopen in dit spel en ik ben benieuwd... Dat was best wel saai. Oh, de Blue Sparkles. Ah, hij is nog aan het draaien. Oké, wat krijg ik? Het is de Blue Fire. Ik zei dat het saai was omdat ik Red Fire zag staan. En ik dacht dat ik het op dat moment al had gekregen. Oké, ik heb dus nu... Oeh, nice! Ik heb de rode en de blauwe... Dat ziet er zo episch uit. Maar ik heb de blauwe heb ik net unlocked. Ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Oh, die is nog epischer. Je hebt ook automatisch het idee dat zeg maar blauw vuur een stuk warmer is dan het rode vuur. Zeg maar ook bij een aansteker of bij een kaarsje is altijd het blauwe gedeelte het heetst van allemaal. Oké, there we go. In ieder geval, dit is sowieso een van mijn favoriete obby's. Deze obby die speel ik gewoon als ik bijvoorbeeld op het toilet zit. Oh ja, sorry voor mijn eerlijkheid. Ik bedoel meer van... Deze obby speel ik op van die momenten... dat ik er gewoon even een paar minuutjes de tijd voor heb. Laat ik het zo zeggen. En ik ben om die reden ook al bij level 358. Er is denk ik geen enige obby... Geen enkele obby kan ik beter zeggen waarbij ik op zo'n hoog level zit. Het is ook niet makkelijk. Hè? Dat houdt dus in dat je heel consistent het spel moet spelen. Weet je wat nou echt gaaf zou zijn? Als je zeg maar iedere minuut of ieder uur dat je Roblox speelt, dat je er een bepaalde hoeveelheid gratis Robux bij zou krijgen.
Dat zou echt amazing zijn. Dat, ik bedoel, kijk, Roblox heeft er natuurlijk baat bij dat het videospel wordt gespeeld. Stel voor, je zou gewoon iedere minuut of iedere 10 minuten een gratis Robux krijgen. Het is niet veel, maar op een gegeven moment zou je er dan bijvoorbeeld 100 hebben en zou je iets kunnen kopen. Ik bedoel, ik snap het hoor, dat je voor Robux geld moet betalen. Maar het zou toch op een of andere manier wel heel gaaf zijn als er een alternatief is om ze gratis te verdienen. Zijn jullie het daarmee eens of denken jullie van nee, het is goed dat Robux geld kost? Weet je, tuurlijk, again, ik snap het. Als je heel veel Robux wilt, dan kost dat nou eenmaal geld. Maar ik zou het wel heel nice vinden als er een manier is om ze gratis te krijgen. En net zoals met bepaalde online apps, met van die, of online games, van die app-applicaties. Hè, dat je dan bijvoorbeeld door een filmpje te kijken of bijvoorbeeld door een uurtje te spelen. Of door gewoon simpelweg een paar dagen achter elkaar in te loggen. Dat je dan een gratis beloning krijgt. Hè? Bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid met gems en dat soort dingen. In ieder geval, like voor meer. En ik heb een boombox. Dus ik ga zo meteen een mega feestje houden waarop alle potten Nutella zijn uitgenodigd. En het waarschijnlijk niet overleven. Adios.